Het afgelopen jaar heb ik in therapie gezeten en ik heb een diagnose gekregen. Uiteindelijk koos ik ook nog eens mijn psycholoog. Vandaag gaan we het hebben over therapie. Ik heb een keer eerder er wel een soort van over gehad, maar toen had ik er zelf nog niet zoveel over te zeggen. Nee. Want toen had ik nog nooit psychotherapie gehad. Volgens mij is het psychotherapie, dacht ik. Uh, nee, toch? Ik heb wel verschillende ja? soorten therapies gehad, maar volgens mij is het precies psych psycho... Maar je had nog niet eens een diagnose. Ik had nooit een diagnose, dat is wel interessant. Dus ik heb ooit een boek geschreven over mijn angsten. Mocht je dat nog niet weten, staat op onze webshop. Kan je kopen. Maak ik een leuk krabbeltje erin, kan je hem ook lezen. Hij staat er trouwens ook achter, hier. Dit is het boek. Gek van mezelf. En eigenlijk staat daarin dat ik een angststoornis heb. Maar die heb ik nooit officieel gekregen, want ik ben nooit officieel in therapie geweest. In officiële therapie, waar je dus ook diagnose moest krijgen. Voor de verzekering moest er ook een diagnose gesteld worden, mm -hmm. En die diagnose die ik kreeg was. Autisme. Nee. Oh, sorry. Dat is lullig. Nee, ik heb angststoornis uiteindelijk gekregen. Ach, gefeliciteerd. Dank je, dank je, dank je. Ik was er nog niet helemaal mee eens, hoor, moet ik zeggen. Maar uh, het was meer omdat het voor de verzekering moest. Ja, ze wilden nog wel verder onderzoeken. Ja, nou, ik wilde vooral zelf verder onderzoeken. Mm. Maar daar ben ik nooit aan toegekomen. En ik wil in deze podcast een klein beetje erover hebben waarom. Omdat. Um, ja, ik weet niet of de, 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 het, het traject waar ik in ben gegaan, of dat iets is wat voor mij iets was. Maar ja, als je één uh, therapist kent, dan ken je er ook echt maar één, hè? Dat is ook wel waar, dat is hetzelfde <laughs> met autisten. Het is ook met therapeuten. Het is ook niet dat ik de therapeut per se uh, niet goed vond of zo, of mm. dat ik de, maar... Nou, laten we bij het begin beginnen. Vorig jaar ging het niet lekker met me. Dat weten jullie ook, want dat heb ik in de podcast best wel vaker besproken. Ik uh, kreeg weer last van oude klachten. En uiteindelijk, in het afgelopen jaar zijn we er eigenlijk met meer achtergekomen dat dingen die ik had, niet per se uh, te maken hadden met angsten, maar meer mm -hmm. met wellicht overprikkeling. En stress, denk ik. En stress. Want je moet je voorstellen, we hebben het trouwens in onze in onze theatershow het er ook een keer over gehad. En lukte het me gewoon echt allemaal niet meer. Mm -hmm. Lukte me niet meer om uh, ja, eigenlijk het huis ook uit te gaan weer. Ja, het was eigenlijk weer een beetje voor je gevoel terugbaar af, toch? Ja, en toen dacht ik echt van oké, okay, dit boek dat boek kan ook door de Shredder heen, want ik heb nog steeds er niks van geleerd. Nou, dat boek was eigenlijk um, een hele mooie leidraad, toch? Voor jezelf, om, om, om te weten wat is er nou precies aan de hand. Ja, wat speelt er en wat is er aan de hand. Nou, op een gegeven moment, ging, ik kan me nog heel goed herinneren... dat wij op een dag naar Van der Wolk zouden gaan of zijn gegaan. Ja. En dat we daar een gesprek hebben gehad over, okay. over prikkeling. Mm -hmm. Dat jij tegen me zei... wellicht is wat jij heel vaak ervaart niet over prikkeling... Maar, of uh, niet, niet angst, maar over prikkeling of vermoeidheid. Ja. Maar ja, dat kwam een beetje omdat ik uh, een aantal van jouw dingetjes toch wel begon te herkennen. En? Omdat je even om prikkelen hebt gevraagd, wat ja. mensen voelden bij over prikkelen. Ja, precies. En ik herkende wel wat dingetjes, maar ik dacht van ja, die hartkloppingen. En wat heb jij nog meer ook alweer? Hartkloppingen, een beetje een soort van duizelig Zweverig, gevoel. Zweverig inderdaad. zweten. Ja. Trillen. Dat heb ik niet zo. Dat zie ik meer als een beetje paniekachtig. Mm. Maar toen heb ik het gevraagd op een van prikkelen. Herkennen jullie dit als overprikkeling? En toen was eigenlijk het overgrote deel herkennen het. Ja, toen kwam er eigenlijk uit dat jij nooit dat overprikkeld bent. Dat ik altijd overprikkeld ben. Dat ik altijd overprikkeld ben. <laughs> dat het gewoon andersom is. Jij had helemaal niks van die klachten, toch? Ik heb wel eens wat klachten, maar niet. Uh, dat zie ik niet als overprikkeling. Ja, maar wat bizar is, dat er genoeg mensen waren. Dat ik denk dat het overgrote deel die klachten herkende. Ja. ja. Ik denk, ja, maar het ligt ook maar er eigenlijk eraan hoeveel waarde je aan bepaalde dingen hecht. Tuurlijk, ik, natuurlijk, ik heb ook hartkloppingen, maar dat zie ik niet als iets waar ik op moet letten of zo. Nee, precies. En misschien die andere mensen ook niet. Maar dat is voor mij een soort van trigger om ja. juist angst te krijgen. Mm -hmm. Dus ik kwam er eigenlijk een beetje achter dat heel veel dingen die ik deed, dat dat niet echt... Ja, of Heel veel dingen die ik voelde vooral, dat dat niet echt dingen waren waar ik uh, per se angstig voor hoefde te zijn. Mm -hmm. Maar gewoon... Best wel simpel op te lossen waren door gewoon wat meer rust te nemen en wat meer, ja hoe moet ik dat zeggen, misschien wat meer, minder eisen aan jezelf te stellen. Ja. Is nog steeds niet helemaal gelukt. Maar goed, ik ben nog steeds op weg. Het, 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 het psyche van een mens is zo ja, ingewikkeld, ingewikkeld, maar je raakt ja. ook nooit uitgeleerd over jezelf. Dat klopt. Dat heb ik ook wel door dat je altijd wel weer iets anders ontdekt. En denkt, oh werkt het misschien dan toch zo? Ja. Nou, dus het einde van de zomer kwam ik daar een beetje achter vorig jaar. En toen dacht ik van ja, misschien moet ik maar toch eens een keer in therapie. Want ik heb dat ja. nooit echt op die manier gedaan. Dat je mm -hmm. met iemand gaat praten en dat je cognitieve gedragstherapie gaat toepassen. Ja. In eerste instantie was dat ook niet helemaal mijn, de, de way dat ik wilde gaan. Waarom, uh, waarom dacht je van uh, ik wil dat nu een keer gaan proberen? Omdat ik het nog nooit gedaan had en ik dacht van ja, misschien mis ik dan toch iets. Ja. Misschien... Moet ik dat toch eens een keer overheen stappen en toch een keer dat ook te doen? Om ja, omdat jij doen. alle kennis wel hebt, maar vaak ook niet echt weet hoe je het toe moet passen. Ik weet wel hoe ik het moet toepassen, maar ik weet wel hoe ik het moet toepassen. Maar een stok achter de deur is soms ook fijn. Ja. Is het zo weet je echt hoe je dat moet toepassen? Want als je weet hoe je van je angsten af kan komen, dan wil je nou, dat. Ja, toch? ik denk dat dat en dat heb ik al vaker gezegd. Of ik echt ooit helemaal van mijn angst ga afkomen? Nee, oké, okay, maar van dat, dat gevoel in dat moment bedoel ik. Nou ja, dat ja, dat weet ik wel. Want je moet gewoon die dingen doen zo vaak mogelijk nou, en dat, ja, dan snap wordt het Ik minder. het ook wel waar. want het is het is. Dat uh, is dat is basically het wel wat Gevoel van is. paniek en angst is natuurlijk ook lastig om dan rationeel na te gaan denken van oh ja, ik moet deze stappen toe gaan passen. Nou ja, ik heb dat wel gedaan en de, eigenlijk. Oké, okay, dus ik, ik ging naar die. Ik, ik, ik heb toen gebeld. Nou, die wachtlijst is natuurlijk intens. Mm -hmm. uh, maar ik ging naar eentje toe die wat duurder was. En die via mijn verzekering moest ik een speciale verzekering nemen. Ik dacht van, nou, laat ik dat maar gewoon doen. Dus ik betaalde ook meer aan mijn zorgverzekering per maand. Maar dan werd het in ieder geval tot uh, vanaf mijn eigen risico volledig vergoed. Mm -hmm. uh, in ieder geval tien sessies volgens mij. Ik weet, ik heb nooit, Tien is volgens mij uh, standaard. Ja, yeah. yeah. ben ik daar toen heen gegaan. Heb ik mijn probleem een, nou, een beetje Ik heb mijn problemen uitgelegd. Ik ben er gaan praten. En eigenlijk kwam ik er gaandeweg achter dat het niet iets voor mij is. Dat zij ook wel vaker tegen me zei van oh, wacht, oké, okay, dus dat doe je eigenlijk al en dit doe je eigenlijk al. En ze had wel punten die ik nou ja, gedachtenspinsels, waar ik dan dacht: van oké, okay, ja, dan dus had ik hem zelf nog niet bekeken. Mm -hmm. Moet moet heel eerlijk zeggen, als ik nu, als je me nu zou vragen, zou ik het even niet meer weten. Het heeft ja. weinig indruk op je achtergelaten. Dat, dat idee heb ik vooral heel erg. Ja, dat je er misschien met meer hoop heen ging. Dat je, ja, ligt wat meer. wat had je verwacht? Laat, dat ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik had verwacht dat ik misschien uh, nieuwe dingen zou horen die ik dan nog niet ken, wist. Ja, maar je weet toch dat jij heel veel leest, weet en opgezocht hebt en ook in cursus ja, maar ook over mezelf. Het waren wel dingen die ik dacht, oké, okay, ja, er zaten wel wat dingen over mijn, perso mijn persoon, en over uh, dingen van vroeger en zo. Wel dat ik dacht, oh ja, daar heb ik nog oh meer ja, over dat nagedacht. was misschien hetgene wel... wat je, waar je wel op hoopte van dat dat er misschien wat meer uit zou komen, Dat ja, je wat meer zou weten waar iets vandaan komt, misschien. Ja, ja, en dat ik op een gegeven moment dacht van, ja, misschien moet ik toch eens verder gaan kijken dan alleen angst. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, want dat, dat ja, ik, ik denk als ik dat zou doen, zou ik dat bij een gespecialiseerder mm -hmm. uh, instituut willen doen dan waar ik nu heen ging. Ja. Specialiseerd in een bepaald segment dan bedoel ik. Nou, in principe ben je natuurlijk al neurodivers vanwege je dyslexie. Hè? Ja, klopt. Wat is Wat wil er precies? Je, 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 je wilde dat toch onderzoeken? Wat, er misschien. Dyslexie? Uh, uh, een ja. ADHD of een uh, autisme-spectrumstoornis. Ja, ik hou grap, er niet van, stoornis. Maar, de uh, grap was de eerste keer dat ik bij haar was geweest... toen zei ik van ja, ik zit toch te denken misschien autisme... want ik herken toch wel heel veel wat dingen in mezelf. Nooit gedacht dat ik dat zou zeggen, maar toch herkende ik wel veel dingen ervan. Toen zei zij aan het einde daarvan of de, de keer daarna... zei ze ja, ik zou eerder ADHD denken. Mm het -hmm. vorm... was heel, heel <laughs> druk ook op die bank... Mm. want als de eerste keer als ik ergens heen ga, dan word ik ook best wel hyper, Ja. Dan kan ik ook best wel heel onrustig zijn, heel onrustige ogen. Maar in, in, normaal ben ik niet heel druk. Nee, maar ik dat ben is wel een, aanwezig, maar ik ben niet druk. Een misverstand over. Agenda. Nee, maar druk ook in mijn hoofd. Nee, het ging ook meer in mijn hoofd en zo dat ik heel druk in je hoofd. Ben ik extreem? Jij wel? Ja. Nou ja, heel druk in mijn hoofd zijn Als je daar momenten, zit, heb je niet maar... zo'n idee dat er een waterval uit zou ja, komen? Ja, dat wel. Dat is druk daar, in je als hoofd, daar, Ja, maar als ik daar zit, maar als ik hier ben, dan heb ik dat niet zo heel veel. Ik heb wel veel in mijn hoofd, maar ik heb niet dat het overspoelt of zo. Nee, oké. Okay, maar als je kan daar op, op de bank zit, dan is het wel... Ja, ik zit nu wel te zeggen, ik kan het allemaal in hokjes plaatsen. En ik kan het allemaal wel goed ordenen, maar dat is ook niet helemaal... Het was meer all over the place. Dus ik ja. ging van de hak op de tak. Dat doe ik sowieso altijd wel een beetje. Uh -huh. um, dus <laughs> zij dachten uh, dan meer eerder dat. Ja. Maar ja, ik ben er uiteindelijk tien keer geweest. In een tijdsbestek van iets langer dan een half jaar. Mm -hmm. En op een gegeven moment ging ze op vakantie in de zomer. En toen moest ik een nieuwe afspraak gaan maken. Of er was iets verzet. Of ik weet het niet meer. Toen ben ik het gewoon vergeten. En op een gegeven moment dacht ik van ja. Eigenlijk lukt het me nu ook wel prima. Dus heb ik het nou. Echt heb je nodig? er wat van opgestoken dan? <laughs> <laughs> het is lastig om terug te kijken, denk ik, op zoiets. Ik weet het echt niet. Ja, dat het misschien het na de sessies wel... had je het wat meer erover moeten hebben. Dus, ja, er zijn wel wat dingetjes die... Als ik, als ik er dadelijk waarschijnlijk over nadenk, dan denk ik... Oh ja, dat, dat zou wat... Maar niet, niet, niet dat ik denk, wow, wereldschokkend of zo. Wel nee. dat ik sommige dingen misschien uh, ja, wat relaxer moet bekijken, dat is één. Ja. Uh, toch zijn we ook wel een beetje ingegaan op dat hele... Uh, overprikkeld, uh, dat ik dat verkeerd bekeek. Nou, dat, dat daar hadden we het ook wel wat vaker over. Maar niet dat ik denk, oh ja, dit is nou heel... Hier kan ik nou echt, hier kan ik echt iets verder mee of zo. En dat is ook wel de reden, denk ik, dat ik dan... op een gegeven moment dacht van, ja... Ik kan hier wel heen gaan, maar elke keer als ik er naar heen ging... dan zei ik tegen je, van, ik heb er heel veel zin in. Maar niet per se omdat ik dacht, van, ik moet mijn angst aangaan. Maar meer omdat ik dacht van, ja... Ik weet niet wat ik eigenlijk doe. Nee. Ja, en dat klinkt heel stom. Maar toen, toen dacht ik op een gegeven moment van, ja... Er zijn mensen die zoveel harder, meer harder nodig hebben dan ik. Er zijn zoveel wachtlijsten. Ja, dan kan ik maar beter gewoon denken van op een gegeven moment van ja, als het toch niet het voor me is. Dat is natuurlijk een beetje gek ja. om te zeggen, maar dat, ja, dan denk ik van ja, dan kan ik beter die plek aan iemand anders afstaan. Ja, maar dat was wel een uh, prijzige plek ook, toch? Het was een prijzige plek, zeker weten. <laughs> je, maar ja, ik heb... zorgverzekering ervoor moeten afschrijven. Ja, ja. Nou ja, goed. Ja, ja, Misschien, 350 uh, euro zoals iedereen neemt. Even toch? kijken wat er nog meer in dat pakket zit. Misschien kan je er nog wat uit halen dit jaar. Komende, daar, dat is nog drie maanden. Nee, ik heb uh, mijn tandartsverzekering er ook al uit. Dus. Echt? Ja. Yeah. Ik weet nooit wat er in die verzekeringen zit. Uh, dat is lastig, zitten. hè? Ja. Yeah. Maar ja, uh, wat ik eigenlijk uh, jou wil meegeven... als uh, oh. ervaren therapie... Uh, klantje? Klantje. Is uh, dat praten tot zover gaat... Yeah. dat op een gegeven moment... Leu jezelf gewoon heet het vast met dat praten. Dat heb ik heel erg gemerkt. Dat je maar je blijft maar, ja maar dit. Ja maar zus. Ja maar zo. Op een gegeven moment is het gewoon, ja ik weet nu waar iets vandaan komt. En nu concrete stappen, hoe ga ik er iets aan doen? Ja, maar schoon ook concrete stappen wel dingen. Maar je voerde ook... ze er misschien niet uit. Nee. <laughs> ja ik Is weet het niet van ik weet slap niet wat verhaal. slap hè eigenlijk <laughs> ja. voor mezelf ook gewoon ja, kijk ja, ik, uh, heb wel, ik heb wel deels uitgevoerd maar ik ja. sommige dingen dacht ik van ja ik kan, kan, dus, ik heb, ik kan niet vaak genoeg tegen je zeggen je hebt niks aan kennis als je het niet toe kan passen en als jij ja, jij zegt ik kan het wel toepassen maar vervolgens pas je het niet toe ik doe het in heel veel vlakken, doe je het wel hoor. Mm. Ik heb echt wel het idee dat sinds de therapie. dat je toch al over andere dingen bent gaan nadenken. Dus je vindt wel dat het vanuit jouw ik gezin. Ik weet niet wel... zozeer of het de therapie was. Kijk, ik ben er niet bij geweest dat je daar allemaal gehoord hebt. Mm. Maar ik heb wel het idee dat jij nu wel gerichter weet. waar dingetjes vandaan komen. Oké, okay, yeah, En, ja, ja. en stel je voor, jij bent op een dag ben je een beetje moe en een beetje geprikkeld. Je hebt dat van jezelf niet door. Dat heb ik heel vaak gemerkt aan jou. Je blijft maar rennen, rennen, rennen. Nee, ik ben niet moe. Nee, ik ben niet dit. Nee, ik ben niet dat. Je hebt het allemaal niet door. En op een gegeven moment krijg je hartkloppingen, spanning. En dan denk je, wat is er aan de hand? Waarom ben ik nu opeens gespannen? Dan durf je de deur niet uit. Of, of je, je denkt van oh nee, de ambulance moet gebeld worden. Mm -hmm. En dan denk ik. Uh, die twee weken dat je heet maar door bent blijven hollen... voor mij is dat dan logisch. Mm -hmm. Maar heb ik dat door de therapie achtergekomen? Of was het, uh, was het een hele vruchtbare sessie? Kon ik net zo goed gewoon een paar weken achter elkaar... in Van der Valk gaan zitten met jou uh, voor hetzelfde geld? <laughs> als, je even, als je even stopt? Nee, ik denk dat ik echt, misschien? Wel, ik heb echt wel... iets. Ik heb echt wel iets uh, geleerd. Ik heb wel dingen geleerd. Ja, maar ik soms is wel... het. neem je die kennis mee... neem je naar iemand anders... Ja. en die bevestigt het daar misschien ja, een beetje dat is waar. in. Zeker. Dat kan ook... Ja, maar het is Helpen. ook niet, ik ook echt oprecht niet, weet je ze deed echt wel goed te werken en dat soort dingen. Maar ik denk mm -hmm. dat ik zelf niet onvankelijk was daarvoor, ook. Kills. Ik denk dat je niet helemaal... Um, en ik dacht eigenlijk wel dat ik er met voel, overblik blik heen ging. Uh, nee, dat je niet helemaal met, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, een open blik? Ja. ja, ik denk dat jij van tevoren al een beetje wist van, ja, alles wat ze me gaat vertellen, dat weet ik toch wel. Ja, ik probeerde dat wel los te koppelen, maar ik denk nu achteraf gezien en nou, nu een jaar later terugkijkend. Ik ben in september toen. Nee. nee, hou op. Zolang is dat echt niet Nee, dat is niet waar. Nee, in dus januari was het dat ik heen ben gegaan. Ik had die zorgverzekering aangepast. Mm. Nee, ik, het is nu. Nou, negen, nou, zeg acht maanden geleden of zo dat ik dat dan ben gaan doen. Ik denk dat ik toen in het begin wel dacht, maar ik, toen zat ik ook al wat weten weer in mijn vel. En kon mm -hmm. ik, het, ik moest het echt wel oproepen om angstig te voelen. Kijk, ik moest daar wel heen. Dat vond ik in het begin lastig, weet je nog? Met de auto en zo. En met de scooter. Mm -hmm. In eerste instantie met scooter. Vond ik wel lastig, maar op een gegeven moment werd, lukte dat wel. Ja. Toen ben ik er toch heen gegaan. Vanaf het begin ben ik er alleen in gegaan. Ja. En ik heb ook wel wat dingen moeten doen. Zoals uh, mijn hart sneller moeten laten kloppen en dat soort dingen. Dat ik ook wel dacht. Oh, ja, wacht, het gaat inderdaad niet zoveel gebeuren. Dus dat, misschien die kleine dingen hebben mijn er toch wel opgepikt. Zo van: oké, okay, inderdaad, het is niet zo ergens dat je denkt wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Dat heb ik wel een beetje meegekregen. Wat ik ook wel wist, maar misschien omdat ik er nu wat actiever mee aan de slag ging met haar... dat dat wel beter was. Maar ik denk ook dat het gewoon wel mijn eigen stommigheid is... dat ik uh, misschien ook eerder had moeten zeggen van... joh, ik denk niet dat dit helemaal de way to go is... dat ik iets anders had moeten gaan doen. Ja. Ik denk dat, het nogal, dat we een beetje bij de basis bleven hangen in die zin. Ja, omdat praten blijft ook heel vaak bij de basis ja. hangen. Nou kijk, dat is... Ik denk dat voor heel veel mensen praten echt wel goed helpt. Want praten ja. helpt, want we hebben niet even voor niks dat spel ook gemaakt. Kijk, praten maar wij helpt. lullen, lullen, lullen al de hele dag door. Ja, over, over ook dit soort dingen. Vooral dus, dit, ja. Ja, en we zoeken ook best wel veel dingen op en we proberen ook dingen uit zelf. Uh, maar uiteindelijk, je moet gewoon dingen doen. En nu merk ik ook bijvoorbeeld met het autorijden. Mm -hmm. ja, ik begin nu alweer een beetje op te bouwen dat ik, dat ik te lang geleden ja. stappen heb gezet. En dan wordt het gewoon weer angstig. Mm -hmm. Ik merk wel in het autorijden dat het me wel makkelijker afgaat, omdat ik al meer stappen heb gezet. Dat wel. Maar je moet het blijven aangaan en dat is ja, gewoon. Het is wel vermoeiend. Is vermoeiend. En um, ik denk dat het aangaan gewoon het belangrijkste is en dat ik niet per se dan nog nodig heb om dan, uh, het daar heel de tijd over te hebben. Soms zijn bepaalde inzichten nodig om ja. het wat makkelijker te maken. Ja. Maar als je al die inzichten hebt, dan heeft het eigenlijk, nou ja. Misschien moet je er ook soms bij neerleggen dat je de persoon bent wie je bent. En nou, dat, je tot... dat sowieso. Ik denk dat wij ons er wel een beetje bij neergelegd hebben dat wij dingen aan moeten blijven gaan. Dat we niet kunnen verwachten als we een half jaar niet auto rijden. Dat we vrolijk over een half jaar erin stappen en gewoon ja. de snelweg op gaan. Ja. Dat dat altijd een beetje spannend blijft en dat we het dan weer moeten aangaan. Mm -hmm. Ik denk dat, dat, dat we dat ondertussen wel aardig geaccepteerd hebben. Ja. Maar wat ik steeds meer begrijp, is. Dat met alleen praten je er gewoon niet komt. Nee. Praten is de eerste stap eigenlijk. Hè? Het is heel belangrijk. belangrijk ja. Heel vaak geeft dat je veel inzichten. Waar komt iets vandaan? En kan iemand um, je ook andere inzichten geven doordat yeah. je met diegene erover praat? Dus ik denk, ik denk dan, daar, dat ik daar nog wel wat heb gewonnen. Maar ik denk dat het met angst vooral is doen en in mm -hmm. stappen. Kijk, als je stappen niet weet, dan is misschien een psycholoog ook heel handig om dat mee te kunnen doen. Dat, yeah. dat geloof ik ook echt wel. Um, maar ik denk dat ik daar dan misschien al een stadium te ver voor was. In die zin dat ik wel dat al automatisch al had gedaan zelf. Ja, dat, dat voelt dan uh, een beetje als verspilde tijd of zo. Ja, lijkt en ik voelde, ja, dat was ik daarvan vergeten. Het voelde ook een beetje alsof ik naar school ging. Omdat je dingen eigenlijk. Uh, je, er ja. werden ook opdrachten gegeven. We en dan gegeven. voelde je. Uh, ja, ja, ja je als derde. ik het dan. dan want meest, het probleem bij mij is als ik ergens ben geweest, qua dat in ieder geval, dan, dan trek de deur dicht. En dan ben ik het alweer vergeten? Ja, dat heb ik ook zo sterk. En dat vind ik kloten, Maar dat heb ik nou eenmaal. En ik, de, de, de opschrijven, nou, dat heb ik ook nog gedaan. Uh, we hebben, ik heb nog foto's gemaakt, maar ik kijk er gewoon niet meer naar. Ja, en, dat is, en ik weet, het dat is echt mijn eigen fout. Maar op een of andere manier, dan denk je ook van ja, misschien wil je dan ook niet graag genoeg. Maar ik vind dat toch iets lastig. misschien bij uh, naar de psycholoog gaan, is dat je. Het, ik zou zeggen van neem het op en dat je het nog een keer kan terugluisteren, zodat je het even weer kan herhalen. Mm -hmm. Dat zou ik wel hebben gedaan. Maar ik ja. ben gewoon niet iemand die. Makkelijk mijn eigen dingen teruglezen of zo. Ik vergeet dat gewoon weer. Hey, ik heb dat ook heel sterk. Dat is net zoals met de rijlessen. Mm -hmm. Dan was je zo blij van, nou zit er weer op en dan had je het volledig losgelaten. Yeah. En dat ik ondertussen mijn hele fotoalbum stond vol met foto's die ik moest onthouden en moest bestuderen. Mm -hmm. Nou ja, dan een week later stap je weer in en denk je, ja, ik heb er niet naar gekeken. Maar zou er niet iets moeten bestaan waarmee je misschien, ja, of misschien dat je het opneemt? Of, ja, dat willen, willen ze ook vaak niet. Hè? Nee? Ja, volgens mij niet. Volgens mij zijn het toch gewoon. Ja, weet ik niet naam. Maar je, die... zou, je zou zeggen dat, je, dat, je, dat we dat we iets zouden kunnen maken. Of weet ik veel wat, om dat toch wat te kunnen levendig, ondersteunen. Uh... Of weet ik veel wat, dat je het levende houdt voor jezelf. Ik weet misschien herkennen mensen het helemaal niet hoor. Maar ja, ik trek altijd die deur dicht en dan ben ik het alweer kwijt. En dan ben ik weer bezig met, met de rest van mijn leven. En dat is ook ja. waarom het toen eh, vijf jaar geleden goed werkte. Ik deed gewoon niks. Ik ben alleen maar met mezelf gaan storten op mijn angsten en dat dingen aanpakken. Maar nu, omdat je allemaal andere dingen doet, ja, je vergeet het gewoon. Mm -hmm. En als angst niet zo'n groot probleem is op het moment dat je het ja. hebt, dat je gewoon door kan leven ermee, ja, dan, dan, dan verzel je snel. Ja, ik denk dat dat ook een beetje natuurlijk ups en downs gaat. Hè? Ja. En als jij je even rot voelt, dan kunnen een bepaalde dingen echt goed helpen. Maar als jij je weer even goed voelt, dan laat je heel snel alles weer gaan. Eigenlijk ja. is het iets bijhouden, altijd. Ja, je zou eigenlijk bijna een soort van zelfhulpboek moeten hebben of zo. Iets waar je jezelf mee kan opdrachten geven of zo ook om dingen aan te gaan en dat je jezelf kan bijhouden. Ja, en dan in stappen, zodat niet allemaal. Uh, zodat je, dat je er langer mee bezig kan zijn. In plaats van dat het echt een. Uh, ja. Kijk, jij hebt natuurlijk voor je boek heb jij op een gegeven moment een periode vrijgenomen om het helemaal aan ja. te gaan. En uiteindelijk. Uh, in de, ja, de meeste mensen kunnen dat natuurlijk ook niet, omdat ja. ze gewoon moeten werken. Behalve was ze gewoon zo uh, of als diep ze erin zijn en, zitten. zijn, maar ook als ze zo diep in ja, zitten, dat ze het niet en kunnen in een burn-out raken, maar ja, dan ben je eigenlijk al veel te ver ja. natuurlijk. Ja. Eigenlijk hey, is het het, zich... het beste om het te kunnen onderhouden, mm. dat het niet al te veel moeite en tijd kost. Mm. Um, ja, maar toch ja. ook weer, ja, maar je moet je jezelf, niet te veel tijd van je dag eigenlijk, want maar je moet het ook zelf jezelf gunnen, hè? want het is nu ook zo. Ik wil al maanden wil ik mediteren en ik mm -hmm. heb het ook wel deels gedaan, maar ik, dan ben ik mezelf weer een opdracht aan het geven om mezelf, om zelf een meditatie ding te maken en uh, vervolgens puntje bepaald je mediteren vecht niet. Gek, gek eigenlijk. Hè? Ja, je dus bent nog steeds. constant aan het afleiden, ben, maar dan moet het wel zo. Ja. Zo mediteren. Ik kan ook gewoon even vijf minuten stil zijn. even in mezelf zitten. Dan ben ik er ook al mee bezig. Dan is het mm. al meer dan dat ik nu doe. Ja. Dus mijn doel voor het komend jaar, mijn doel voor de komende tijd is dat meer te gaan onderzoeken. Mm -hmm. En meer te gaan kijken naar iets. En misschien ook iets te gaan ontwikkelen om voor mezelf het beter aan te kunnen. Maar ook voor anderen. Ja. Ik denk dat dat, en dat is ook een, een droom van ons allebei, volgens mij een beetje. Daar hebben we het ook de afgelopen jaar. Twee jaar, drie jaar misschien al over gehad. Ja. Ik denk dat we dat ook gewoon moeten gaan doen. Want dan heb je een stuk achter de deur. Want voor ons is het ook altijd nog wel goed om te doen. Maar dan maak ook iets met alle kennis die wij allebei al hebben, iets wat andere mensen ook kunnen gebruiken. Aangezien de GGZ zo erg overstroomt. Dat je alvast iets hebt om aan vast te kunnen houden. Ja, dan... Het is nooit, zal nooit iets zijn wat je, wat je um, moet gaan gebruiken. Wat zou vervanging zijn. Maar gewoon. Al om iets ermee te doen. Ja, nou vind ik het wel heel belangrijk... dat je een beetje weet hoe en wat met ja. jezelf. Dus de, dat je de basiskennis wel hebt, zeg maar. Ja, dat snap ik. Maar ik denk dat heel veel mensen wel een basiskennis hebben. Maar er zijn wel... Van zichzelf dan, hè? Ja, van zichzelf, ja. Maar ik denk dat, dat, je, dat er echt genoeg dingen zijn om te maken... en die zijn er waarschijnlijk ook wel deels, kunnen helpen. Dus, ja. dat, dus dat, dat zou ik wel naar eigen onderzoek en uh, iets willen ontwikkelen... waar we dat ook andere mensen mee kunnen helpen. Mm -hmm. Dus dat... Maar dat is uiteindelijk uitgekomen. En ook oh, de, de reden dat ik op een gegeven moment dacht: van, Dit is. Ja, ik ga. Ja, ik was, ik was eigenlijk van plan om te gaan ghosten. Ik had geen zin meer om te reageren. Ik kan ook zo. Niet, hoor, schat. Nee, weet ik. Maar ik vind het zo vervelend dat is om te moeten zeggen. Ja, om te moeten zeggen van toch niet. Want ik ben altijd bang. Ik ben, ik, ik ben heel um, hiërarchisch uh, gevoelig. Dus ik had altijd het idee dat ik naar mijn docent toe ging. Echt? Weet je wel. Je hebt daar heel veel keer tegen aangekeken, denk ik. Ja, dat weet ik al, Heb ik ook. Uh, maar daardoor hoort... heb ik wel uh, dat ik, dat ik uh, ook het lastig vond om het af te kappen. Want ik dacht van ja, ik ga ze me proberen over te halen, of weet ik veel wat. Maar dat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar je gaat, ik, het maakt het te groot. Jeetje, ja. Het ja. Uh, is mij nog niet uh, eerder uh, opgevallen dat jij er zo raar tegenaan kijkt. Want ik uiteindelijk doe je dat voor gezegd, jezelf. Dat naar school ging. Ja, dat wel. Maar ik dacht meer dat het door die opdrachten kwam. Nee. Maar uiteindelijk, dat soort dingen doe je voor jezelf en je betaalt iemand ook. Voor. Weet ik schat, ik weet het. Maar ik ben daar heel slecht in. Als ook al zou ik mensen betalen vind je Heb ik nog steeds het idee dat ik iemand voor, voor iets voor iemand moet doen. Ja. <laughs> ja, ik weet niet, dat zit echt in mijn hoofd. Ik weet het. Het is heel raar. Maar dat dus je wilt het eigenlijk gewoon goed doen, dan is het. Ja, meer, ik wil het goed doen. Dat je denkt van. Uh, ik wil dan dat diegene dat, dat ik het ook goed heb gedaan. Ja, oké. Okay, maar het ja, maar dus, ja Dat, dat is Ook deel van het, het wel. probleem hoor, overigens. Ik snap het wel, maar je zit er geheel voor jezelf. Dus diegene die vindt het ook echt niet. Dat hij denkt. Uh, oh, uh, je hebt je opdracht niet gedaan, dan uh, krijg je straf. Nee, je denkt gewoon... Dat weet ik oh, ook waarom wel? is het niet gelukt? Vertel dat, het eens. Dat weet ik, maar dan, dan voel ik me op een soort van... Ik ging op een gegeven moment ook gewoon liegen. Over dat ik het... Ja, en ik heb, ja nee, ja, ik heb Nee, vergeet het. Dit <laughs> ja. Ja. kan toch niet? Dat weet ik, maar dat is wel zo wat ik doe. Dus ja, ik denk dat ik het niet goed heb gebruikt. Ja, het is... Ik denk, ja, oké. Okay. Ja, of ik, 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 kan gewoon, ik kan dat gewoon niet zo goed. Ik heb altijd het idee dat ik het goed moet doen voor die ander. Mm -hmm. niet voor mezelf dat, dat is, is eigenlijk een... het gevoel wat je altijd moet onderzoeken ja, maar ja, nu ben ik al gekapt had je moeten zeggen, hé, hey, even nee, ze zei tegen me dat ik altijd nog terug mocht komen even tussen ik... jou en mij, ik heb eigenlijk uh, de hele tijd gedaan als wolf zouden kunnen kijken waarom ik dat doe en ja, dan had je toch echt wat sessies eruit kunnen trekken want Was ze waren wilt... al op zeker nee, want ik kon het het hele jaar nog wel hoor Hm? Volgens mij wel. Dat was er niet tien? Nee. Ze gingen oh. bekijken na tien, maar volgens mij oh, okay. betaalt hij wel door. Kijk, uh, ik ben ja, doel maar... op uh, kleppen, dus uh, ik, ik snap wel... Uh, op een gegeven ah. moment ben je gewoon klaar met de gekleppen. en dan denk je, oké, okay, en nu ga ik eens eens een keer aan mezelf werken. Maar dan heb je wel ja, soms wat uh, um, hulp bij nodig. Ja, ah, god, moet ik nu weer in therapie? Ah. Nou, dat was het <laughs> einde. Nou, leuk. snackje van de week. De snack van de week. Oké. Okay. Mocht je in de buurt van Delft, Den Hoorn, Den Haag... Nou, eigenlijk in Den Hoorn en omstreken wonen. Piece of Cake in Den Hoorn. Echt, daar hebben ze een cheesecake. Ik hoop niet dat ik het ooit heb gezegd, maar die is echt geweldig. Ja, dat is echt de beste cheesecake ever. Ja, ik denk het dat ik een gaan een betere... Karamel, op heb. Hè? Ja. Je moet wel die nemen. Witte choco-karamel. Die andere zal ook vast lekker zijn, want die zien er ook mm -hmm. echt geweldig uit. Maar die witte choco-karamel, het is echt... Hij is vol, maar die karamel is een soort van zoutig. En die zit er ook doorheen als een swirl. Die ook ja, nog, hij is eh, echt goed. Hij is niet hard geworden, dus het is ook. Ja, het zit echt als show. Oh, ik heb er helemaal echt... zin in nu je het erover hebt. Ja, ik weet het ik krijg ook water in. mijn Je mond. weet dat van... ik met trillende beentjes op, over de snelweg gegaan ben voor die cheesecake. Ja, dat weet ik. Schat. Het was ja. echt met trillende beentjes. Ja. Je angst te overwinnen om een cheesecake ja, te eten. Ja, voor een cheesecake. -ie. Ja, de onderkant is denk ik. Ik heb het idee dat het iets van speculaas of iets van. Uh, hoe heet het dan? Dat andere uh, achtig iets is. Maar dat ding is zo lekker, echt serieus. Maar ik denk dat ik een keer in de vlog wel jullie meeneem naar. Uh... Oh, ik heb het? Nee. Dat was in een je uh, uh, eat, heb. Nee, in week uh, video, maar die is nooit online gekomen. Nee, want dat was ook een blamage van een video. Er was geen blamage van een video. Ik was op een gegeven moment gewoon vergeten om weer te filmen. Ik kan heel moeilijk video's door elkaar maken. Ik vind het wel knap als mensen dat ze goed kunnen. Dat ze verschillende onderwerpen dat ze tegelijkertijd aanwerken. werken. Ja. Ik ben ook heel erg per project. Ja, dat vind ik heel lastig. Maar ik moet het mm -hmm. eigenlijk soms wel doen. Ik doe het ja. soms wel en dan loop ik op een gegeven moment vast en dan heb ik geen zin meer in die video's. Mm -hmm. dus het is gewoon te veel. Sommige mensen hebben mapje, 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 mapje. Maar goed, in die video gingen we, hadden we dus ook die cheesecake, maar die is echt goddelijk. Mocht je die nog nooit op hebben. En je woont niet in de buurt, ja dan heb je pech. Maar als je in de buurt woont, gaat er een keer een Piece of Cake. Hij krijgt voor mij vijf van de vijf donuts. Het is echt ja. water. Hij krijgt in voor mijn mij mond. zes van de vijf. Zo. Ja, ik vind het echt de beste cheesecake ooit. Sick. Ik hoef geen andere meer. Hoe is het uh, verder? Met mij? Ja, ik zeg even aan het einde. Is er nog wat? Is er nog wat ik uh, kan uh, melden? Genoeg? Wat dan? Was ik nog niet klaar met dit onderwerp over jou, maar. Niet? Nee. Hoezo niet? Maar ik vond het heel interessant. Wat wil, als je nog iets wil zeggen, zeg Wat het maar. moet uh, jezelf klem horen lullen elke keer. Ja, zeg het maar. Wat wilde <laughs> zeg maar? nee. ja, je nog zeggen dan? Als je nog zo. Dat is een geintje, schat. Uh, okay. Dat is een grapje. We hebben trouwens wel een uh, dingetje. Nu kunnen we het al een klein beetje zeggen. We, gaan, we, we zijn bezig met uh, docu. Mm -hmm. Over. Uh, nou, eigenlijk deel 2 van het docu van autisme. We hebben al een deel in de. Theatervoorstelling van afgelopen juni laten zien daarvan. En we gaan erop voortborduren. En we hopen ergens rond de zomer volgend jaar uh, de film af te hebben. We, zijn proberen, we hebben wat mensen die we willen interviewen. We hebben in ieder geval eentje die we echt gaan interviewen. Die zit ook in deel 1 van de DOCU. En het gaat over werk. Een heel belangrijk onderwerp. Heel wat belangrijk onderwerp. Een, een onderwerp wat denk ik heel veel. Uh, aangevraagd ook is of we daar wat meer uh, zouden willen uitdiepen omdat het best wel lastig is voor mensen met autisme om werk te krijgen mm -hmm, of uh, te werk houden. vast te houden. Um, dus daar gaan we een docu over maken. Mocht je daar iets aan willen bijdragen, mail ons vooral info@vettigzellig.nl. Um, ik ik zal wel iedereen terugmailen, maar we zullen niet iedereen erin mailen. Duurt wel een paar jaar. Duurt wel een paar jaar. Nee, nee want we gaan juni willen hem af hebben. Oké. Okay. Want we gaan daar nog iets mee doen, maar dat zal binnenkort wel wat duidelijker worden. Yes. Box. Geef hem een box.